Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een pashokjeshopvlog. Ik sta namelijk op het punt om weg te gaan richting Amsterdam Centrum. Ik woon zelf nu net iets meer dan een weekje in Amsterdam Noord. En ik heb er eigenlijk nog niet geshopt. Dus ik dacht, laat ik dat vandaag gaan doen en laat ik jullie lekker meenemen. Ik heb echt geen idee wat ik kan verwachten of er leuke dingen in de winkels liggen. Ik heb wel nog een paar dingetjes nodig, dus ik hoop wel dat ik die kan vinden. Ik wil sowieso wat panties bij de Primark halen. En ik had bij iemand ook hele leuke kussentjes gezien bij de Primark, maar het is altijd maar net de vraag of ze die hebben. Dus Primark staat sowieso op de planning. Die is ook tot 9 uur open, dus op zich moet dat wel lukken. Verder zie ik wel waar ik naar binnen ga. Ik hoop dat het niet te druk is. Maar laten we gewoon lekker gaan beginnen met de video. Heb je zin in deze video? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik zou het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we maar snel beginnen met de video. Ik sta nu in de Sela, want ik zag een blouse hangen. Namelijk deze. Dus die ga ik even passen. En ik heb ook nog dit jasje gezien. Oké, blousjes aan. En ik vind deze zo leuk. Ik denk dat ik deze mee ga nemen. Het is eigenlijk best wel een simpel blousje. Maar dan heel mooi met dit embroidery effectje. En gewoon van die pofmouwen. Ik vind dat zo leuk. En ik ben dus op zoek naar een nieuw wit blousje voor de White Party van Noor en Sam zaterdag. Ik heb nog een wit rokje. Alleen ik twijfel of dat deze daarop kan. Of dat dit een goede kleur is. Maar anders kan ik hem altijd nog terugbrengen. Dus ik denk dat ik hem wel mee ga nemen. Ja, heel cute. Nou, het jasje nog even passen. Dit is het jasje. En die vind ik ook wel heel erg leuk. Maar ik heb geen wauw gevoel. Dus die ga ik niet meenemen. Want deze is 35 euro. Dus alleen het blousje vind ik al wel duur genoeg. Ik sta nu in de Primark en ik heb 6 dingen. Ze hadden best wel wat leuke dingen, maar ook wel echt veel dingen die ik niet leuk vond. Maar toch 6 dingetjes, dus we gaan even passen. Okay, het allereerste is deze jas. En eerlijk, ik vind hem best wel vet, maar hij is wel te groot, zeg maar. Is het al scherp? Hij is gewoon net dit is te groot. Hij is zo vet. Ik zal even kijken hoe duur die is. Hij is 30 euro en ik heb een maat 36. En misschien dat hij kleiner wel vet zou zijn, maar ik vind de bovenkant op zich niet lelijk. Ja, hij is wel gewoon te groot eigenlijk. Maar het is zo jammer. Dit zou zo leuk zijn als het gewoon... Hij is ook net te lang, ik weet niet. Het is gewoon net niet, maar ik vind zo'n leren jas wel heel cool. Next heb ik dit giletje. Het ziet er nu een beetje gek uit, omdat ik een t-shirtje eronder heb. Maar ik vind ook dit wel echt heel vet. Dus ik denk dat ik wel zoiets nog ga zoeken. Deze vind ik niet perfect, want hij zit ook echt niet lekker. Maar wel heel leuk, dit lookje zeg maar. Hij is 17 euro en ik heb nu een maatje 36 aan. En ik vind dat wel leuk, dat oversized, hè? Dan heb ik deze trui aan. Met zo'n soort polo kraagje. Ik vind deze zo leuk. Het is een lekker wollen stofje. Hij is wel echt heel warm. Er zit dus ook een matching broek bij, maar die heb ik niet gepakt. Maar het is wel echt een lekker joggingpakje. Hij is 17 euro. Volgens mij heb ik een maatje S. Ja. Oké, okay, dit leek me echt een heel leuk shirt. Maar deze kraag is gewoon zo gek. Het is een beetje een Spencer idee. Nou ja. Hij is aan de zijkant ook helemaal open. Het idee is leuk, maar ik vind die kraag echt helemaal niks. Ik heb deze in de maat S ook en hij kost 15 euro. Voor mij een nee. Oké, okay, ik heb nu dit blouseje aan en I like it, maar twijfel, want hij schijnt heel erg door. Ik heb nu geen hemd aan. Zo, ik hoop dat jullie me horen, het is zo Harry. Maar hij zit gewoon niet zo lekker. De maat is een beetje gek, want hij past eigenlijk perfect. Maar die naden zitten gewoon echt zo erg te trekken. Dus misschien ook wel even een maatje groter gaan proberen. Misschien dat het beter zit. Want verder is het wel echt een heel leuk blouseje. Echt helemaal mijn ding ook. Met die stippies en die ruffeltjes. Ik hou daar wel heel erg van. Ik heb hem trouwens in maat 36 en hij kost 13 euro. Dus is ook echt geen geld. Twijfel. Wel echt heel leuk. Echt mijn ding ook. En als laatste bij de Primark heb ik deze blouse aan. En ik heb even jullie hulp nodig, want ik vind deze blouse zo leuk. Je ziet het ook echt veel tegenwoordig. En ook bij de Zara heb ik er heel veel leuk in mijn winkelmandje. Maar op wat voor broek doe je dit? Want ik heb nu een flare broek aan, een zwarte. En ik vind het er gewoon, ja, sorry voor het licht hier. Ik weet niet of het goed te zien is. En ik kan het, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet aanpassen. Maar anyways.
wat voor broek trouwens goed is. Want ik vind dit gewoon persoonlijk niet leuk op elkaar. Dus daarom ga ik hem nu niet nemen. Maar als ik echt wat... I love die mouwen. Kijk hoe groot. Hij is trouwens een beetje blauw, maar hij lijkt een beetje wit op beeld. Sorry, ik zit echt chaotisch een beetje te brabbelen. Maar mocht iemand een goede idee hebben op wat voor broek je dit leuk kan dragen, laat me alsjeblieft weten. Want ik vind dit dus echt ontzettend leuk, zo'n blouse. En hij is maar 14 euro, dus dan kan ik hem alsnog gewoon gaan halen. Ik heb hem trouwens in een maatje S volgens mij. Ja. In een maatje 36. Dus dat is deze blouse. En dat was alles bij de Primark. Ze hadden ook helaas niet mijn kussentjes die ik graag wilde. Dus ik ga weer door naar de volgende winkel. Ik ben bij de Zara. En ik heb weer twee dingetjes. Weer een witte blouse. Die wil ik gewoon even passen. Om te kijken of ik deze misschien leuker vond dan die ik net heb gekocht. En een leren giletje. Die vind ik echt zo ziek. Maar hij is 50 euro, dus ik weet eigenlijk al wel zeker dat ik hem niet ga kopen. Maar ik wilde het even passen, want dan kan ik online gaan zoeken naar andere goedkopere varianten bijvoorbeeld. Als ik hem dan echt te leuk vind, kan ik hem altijd nog online bestellen. Dus dat gaan we even passen. Oké, dit is het blusje en ik vind hem heel erg cute. Maar ik vond die van net wel echt leuker. Ik ben blij dat ik die heb genomen. En ik zal eventjes het giletje hier ook doen. Oh, hij is trouwens altijd lekker moeilijk om het kaartje te vinden. Ik heb hem in de maat XS. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Hij is echt wel heel oversized dan. Want hij valt zo. Het is in maat XS. En hij is 29,95 euro. Ik zal even het giletje erop doen. Oké, op deze blouse weet ik niet zo goed wat ik ervan vind. Maar dit giletje vind ik wel echt... Ja, ik hou hier wel echt heel erg van. Ik vind deze trend wel heel leuk. Met deze outfit niet zo. Of het dit ligt aan het giletje, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat ik dit idee wel heel leuk vind. Alleen niet zo in combinatie met de flare en de blouse. Het giletje heb ik ook in de maat XS. Ook best groot dus. Ik dacht dat het een maat S was. Want voor een XS vind ik hem wel heel enorm. En deze kost dus 50 euro. Dus ik ga het allebei niet meenemen, maar... I like it. We zijn ondertussen een paar dagen verder. En ik ga vandaag weer verder met de pashoek shoplog. Dus dit is deel 2, zeg maar. Ik heb namelijk bij iemand op TikTok volgens mij heel erg veel leuke dingetjes bij de H&M gezien. En toevallig zit er echt hier bij mij, ik denk 5 tot 10 minuutjes lopen, een H&M in de buurt. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik wil daar wel even een kijkje gaan nemen. Dus daar gaan we nu als eerste heen. En misschien gaan we ook nog wel ergens anders heen, maar... Dat weet ik nu nog niet. In ieder geval staat nu eerst de H&M op de planning. Nou, ik sta in de H&M. Het is echt een fijne H&M. Hij is best wel ruim en voor Amsterdamse begrip was het ook nog wel rustig. Dus ik heb best wel wat dingetjes en ik heb nog niet eens heel de winkel gehad. Sowieso twee hele leuke shirtjes. Dit soort cropped spencertje. Het ligt een beetje gek. En deze trui. En dan heb ik ook nog een paar broeken, want... Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, draag ik alleen maar flares. Nou ja, alleen maar deze. Echt erg, omdat ik gewoon geen lekkere broeken heb. Dus misschien zit er ook wel wat bij. Ik heb nu de beige soort spencer aan. En ik vind het zo'n leuk topje. Het is een beetje, ja, een soort gehaakt stofje. Het is niet echt wol, het is ook niet heel zacht of zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vond nog wel een beetje of ik hem ga meenemen, want hij is wel best wel cropped. Want deze broek is best hoog. En hij is 14,99. Ik heb nu een maat S aan. Dus misschien dat... Ja, ik vind het wel mooi dat hij wat fitted is. Want een maatje groter dan wordt hij natuurlijk ook hier wijder. Dus ik moet nog even kijken. Maar ik vind het wel heel leuk. Dan deze trui. Zo. En ik vind hem wel leuk. Maar ik had hem wel leuker verwacht. Hij lijkt een beetje op die ene... trui van de Zara. Volgens mij hebben ze daar echt bijna precies hetzelfde. Maar hij kriebelt echt verschrikkelijk. Dus dat is voor mij gewoon een beetje een nee. Dus ja, als hij kriebelt ga ik hem toch nooit aandoen. Hij is 19,99 in maatje S. Oké, ik heb het eerste broekje aan. En dat is deze zwarte... Wat was het nou? Dit is de super skinny high ankle jeans. En hij zit echt heel lekker aan de bovenkant. Alleen ik vind de onderkant niet zo mooi. Want ja, ik weet niet of je het goed kunnen zien. Maar ik vind het gewoon mooi als dat helemaal strak zit bij mijn enkel. En dat is dus nu niet. En dit is ook meteen de duurste. Maar verder vind ik die wel heel erg mooi. Hij is 40 euro. Ik heb een maat 36. En dan heb ik weer een zwarte
skinny aan. Maar hetzelfde verhaal. Deze is ook zeg maar heel wijd bij de enkels. Hij is wel echt super hoog. Eigenlijk bijna gewoon te hoog. Maar ik vind het wel heel lekker zitten. Deze daarentegen is wel twee keer zo goedkoop. Deze kost €19,99. En ik heb hem weer in de maat 36. En de volgende is dezelfde. Maar dan een beetje in een ja, grijzere kleur zeg maar. Ik weet niet, ja, daar werkt het zo goed over. Maar weer hetzelfde verhaal. Ja, de onderkant is wat wijder. Maar verder zit hij dus echt best wel top eigenlijk. Lekker hoog, mooi aangesloten en lekker veel stretch. Dus als ik verder niks meer ga vinden, ik hou deze zeker in gedachten. Want ze zijn maar €20. Dat is echt geen geld voor een broek, vind ik. De volgende broek, hij heet... Oh, wacht, ik heb hier verzameld hangen. Dat is even makkelijker. Curvy Jeggings Ultra High Waist Ankle Length. En die heb ik dus als eerst in een grijze, bijna zwarte kleur weer. Oh, de zakken zijn nep. Dat is wel een nadeel. En ik vind deze gaten op de knieën echt een beetje gek of zo. Het is net zo'n gekke... Ja, ik weet niet. Dat ze misschien allebei zo naast elkaar zitten. Ik ben daar niet zo van. Maar ik vind de onderkant hier dus wel weer heel mooi. Ik weet niet of het goed te zien is hoor. Maar hij is afgeknipt. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. En verder zit hij echt prachtig. Hij is ook maar €19,99. Volgens mij hadden ze van dit model nog wel meer soorten. Dus ik ga zeker even kijken zo. En de laatste is deze. Het is dezelfde, maar dan een blauw kleurtje. Maar deze vind ik ook echt niet mooi. En ik merk ook nu eigenlijk dat hij best wel ruim zit. Dus misschien dat ik wel voor dit model even een maatje kleiner ook moet proberen. Maar ik vind het weer gewoon die gaten echt niet mooi. En ja, ik vind deze wassing ook niet zo. Nou jongens, ik ben dus nog naar de H&M geweest. En dat was hem gewoon voor deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En vergeet dan zeker niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan zeker. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!